Over de wedstrijd Utrecht-AZ. Utrecht is bezig aan een vrije val. Het staat nu 11e en de laatste 7 competitiewedstrijden werd er niet gewonnen. Sterker nog, de laatste 3 thuisduels gingen verloren voor de ploeg van Fouke Boy. AZ is het zicht op de landstitel kwijt, maar kan vanavond bij een gelijk spel de 2e plaats op Ajax heroveren. Weet u nog, vorig jaar stond dit duel al na 5 minuten op 0-3 en dat was ook de eindstand. Hoe ging het vanavond in de Galgenwaard? We horen het van professor J. Roelfs. Trainer Fouke Boy heeft maatregelen genomen om zijn ploeg uit het dal te halen. Broersen, Van den Berg en doelman Terrel staan niet in de basis. Bonk is weer eerste keeper. Stefan Tange is terug van een blessure. En Edson Braafheid speelt op de plek van D. Van den Berg links op het middenveld. Bij AZ zijn Van Galen en Perez uitgerust en starten in de basis. Ramsey en El Khattabi zitten weer op de bank. En Huizigens is opnieuw de vervanger van Robin Nelissen, die nog steeds geblesseerd is aan zijn hamstrings. Het is prachtig voetbalweer in Utrecht. 21.000 toeschouwers. Mooie grasmat. En Douglas met wat ruimte aan de rechterkant. Obdam komt uit het centrum om het te verdedigen. Douglas. Van der Haar, daar is Kruis. En Timmer, de eerste kans voor FC Utrecht. Rick Kruis. Obdam. Huizigens, Cornelissen. Geduwd in de rug bij Douglas door de Claire. En die maakt zich boos op scheidsrechter Van Dongen. Vrije trap inmiddels genomen. De Jong en Timmer. Kon niet klemmen. Jean-Paul de Jong had eventjes ruimte. De wedstrijd 20 minuten onderweg. Vorig seizoen was het al beslist. Toen scoorde AZ binnen 5 minuten 3 keer. Nu heeft de ploeg het Alkmaar nog geen kans gehad. En hier is Utrecht. Via Cornelis. Van der Haar komt er niet bij. Obdam werkt weg. Landzaat. En Cornelis valt over de Claire heen. Dat is geel voor Tim de Claire. En die mist daardoor de volgende wedstrijd van AZ. Tegen RKC uit de Claire geschorst. Stefan Tange of David Di Tommaso. Di Tommaso in de muur en dan is het lastig voor Timmer van der Haar. Utrecht de betere ploeg in de eerste 20 minuten. Jean-Paul de Jong. Tange. Douglas zwerft voorin door de hele linie. Huizigens zet daar goed Tangen weg en dan is er meteen ruimte. Perez met Keller. Perez wil naar zijn rechterbeen. Keller stopt hem af. Huizigens, die wil naar zijn linkerbeen. Lindenberg wacht af. Lindenberg, mooie slepende beweging met rechts. Goed schot. Eerste schot op doel van AZ. Na bijna een half uur van Olaf Lindenberg. Koeman met zijn hele familie bij Utrecht AZ. Avondje uit. Even geen controle bij Cornelis. Perez. Lindenberg de goal. Het is de eerste echte kans van AZ. Barry van Galen. Na een fout achterin bij Utrecht. Lindenberg die ziet Van Galen staan. Van Galen helemaal vrij. Zo'n kans laat hij niet liggen. Tegen de verhouding in. 1-0 voor de ploeg uit Alkmaar. Braafheid. Van der Haar. Sjoerd John. Kruis. Bij de eerste paal. Het was niet Sjoerd John die voorgaf, maar Di Tommaso. Braafheid. Van der Haar en Jalins. Douglas is rapper dan Obdam. Obdam kijkt er om zich heen van contra-assistentie. Douglas. Braafheid. Nou, de Jong kan schieten en kiest de hoek uit. En het is een prachtige goal. Schitterend. Mooie trap van de ervaren aanvoerder van FC Utrecht. En de gelijkmaker is verdiend. Hij had de tijd en schiet dan heel gericht in de kruising. En laat Henk Timmer kansloos. Prima doelpunt van Jean-Paul de Jong. Kijk hoe hij kijkt. Mooie trap, mooie goal, 1-1.
de blessuretijd van de eerste helft. Ramsey. Douglas. Lindenberg. Landsaat met heel veel ruimte hier. Die kan zo doorlopen en schieten. Landsaat. Landsaat. Pomp. Heel veel ruimte kreeg Danny Landsaat. Kruis. Braafheid. Die blesseert zichzelf eigenlijk. Kronkamp gaat er met de bal vandoor. Braafheid ligt op het gras. En Stuart John maakt een overtreding uit woede. Over het gemeende onsportieve gedrag van Kronkamp. En dan een rel op het veld. Kronkamp ligt daar nog. Wat gaat Van Dongen doen? Die houdt zich afzijdig. Bekijkt het tafereel. En Kronkamp die toch de vriendelijkheid zelf, hè? Normaliter. Ligt daar als een soort schuldig op het gras. En vraagt zich af wat hij heeft misdaan. Hier Braafheid. Die verstapt zich of die heeft kramp in zijn kuit. Dan gaat Kronkamp er met de bal vandoor. Zich van geen kwaad bewust ogenschijnlijk. En dan neemt Stuart John wraak en dan is het eventjes ruzie. Van der Haar duwt Jalins van zich af. Geeft prachtig mee aan Kruis. Maar attent verdedigd door Tim de Cler. Kruis met de corner. Stefan Tangen. Houdt de bal nog binnen. Braafheid. Die wilde een soort circusact doen. Maar gewoon uithalen en scoren. Dat laat hij na. Braafheid. Heeft de bal weer te pakken. Douglas, geen buitenspel. Douglas kan Van der Haar bedienen. Daar is Van der Haar, daar is Tangen. Prima uitgespeeld en de voorsprong is verdiend voor FC Utrecht. Stefan Tangen, geblesseerd geweest, weer terug. En bekroont een mooie aanval van FC Utrecht met een treffer. Douglas kijkt, hij is Jalins kwijt en geeft op maat aan Stefan Tangen. Mooi doelpunt. Lindenberg, de Cler aangetikt door Tangen. AZ mag door. Vrij trap heel snel genomen terwijl de bal niet stil lag. Geel voor Keller. Keller slaat Van Galen. Daar krijgt hij geel voor en maakt ook een overtreding. Volgens het boekje behoort een scheidsrechter daar gewoon rood voor te geven. Slaande beweging is rood. Douglas. Utrecht lijkt los bevrijd van die serie nederlaag. Van de hoon van het eigen publiek. Bevrijdt zich nu in deze thuiswedstrijd tegen AZ van de druk. Kronkamp. Stuart John. Kruis. Stuart John. Douglas. Douglas, nog een keer. Douglas, ja, ja, ja. Speelt een goede wedstrijd. Daryl Douglas. Rick Kruis met de corner. Keller net voorlangs. De Cler. Perez. Lindenberg. Landsaat. Het hakje was te voorzien. Perez. 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 2-2. Een hele mooie wedstrijd. In Utrecht. En de gelijkmaker van Kenneth Perez. Vloeiende aanval van AZ. Opgezet door Lindenberg. Het hakje van Lanza. Dan komt Perez. En die gaat er met de bal vandoor. Heeft ruimte om te schieten. Pomp kansloos. Elke Tabby. Net in het veld gekomen voor Perez. Stuart John. Kronkamp. Lanza. Krijgt de bal niet bij de Cler. Van den Berg. Douglas. Hier is Van den Berg. Van der Haar en Tangen voor. Van den Berg kan de bal geven. Daar is Tangen. En 3-2. Wat is dit een mooie wedstrijd. Weer een mooie aanval van Utrecht. Perfect gegeven door Van den Berg. Net in het veld gekomen voor Braafheid. Hij legt de bal panklaar op het hoofd van Stefan Tangen. Schitterend gegeven door Van den Berg. En goed afgemaakt door Tangen. Naar de grond gekopt. Timmer kansloos. 3-2 FC Utrecht.
Landsaar, Van Galen. Zit niet echt in de wedstrijd, Barry Van Galen. En Utrecht countert weer. Van der Haar. Tange komt aansluiten. Ook Douglas. Hier is Jean-Paul de Jong. Daar is Jean-Paul de Jong. De Jong. Douglas moet scoren. Douglas scoort niet. Kruis. En dan Jalins. Wat een kans voor Daryl Douglas. Feest in Utrecht. Utrecht gaat eindelijk weer een keer winnen. Utrecht wint met 3-2. Want daar is het eindsignaal van Van Dongen. FC Utrecht ontdoet zich van een serie nederlagen ten koste van AZ. En de ploeg uit Alkmaar verliest zicht op de Champions League. En laat opnieuw punten liggen. In dit geval zelfs 3. Die 2 overwinning voor Utrecht in een mooie wedstrijd tegen AZ. Iets te veel gezegd, nee. Hè? Nou, voor teken en samenvatting altijd wel een heel klein beetje. Maar hier had je graag bij willen zijn. En zo